horeca aan zich, hè? het is geen evidente sector. Ik associeer het ook niet echt met, met groot werkgeluk. Waarom is het moeilijk in de horeca? Weekendwerk, avonden, werken als andere mensen niet moeten werken. Wat is dan anderzijds wel hetgeen waar dat de mensen voor komen of voor willen blijven werken? Je hebt het juist opgenoemd, hè? werkgeluk, hè? sfeer. Als je allemaal mensen samenzet die dat graag doen, dan geeft dat iets heel dynamisch. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Try a Different Angle podcast. Vandaag zijn we te gast bij restaurant Wingert in Vorselaar. Jolien, de uh, metezaakvoerster en gastvrouw, die neemt ons met heel veel plezier mee in haar eigen verhaal en het verhaal van het restaurant in een zoektocht, niet aflatende zoektocht uh, naar meer welzijn en werkgeluk, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het hele team. Benieuwd om te ontdekken hoe zij het aanpakken. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Try a Different Angle podcast. Vandaag zijn we in een wat ongewonere setting dan normaal. Ik zit niet in een bedrijf, ik zit niet in een vergaderzaal, ik zit in een weliswaar gesloten restaurant. <laughs> en we zitten hier bij restaurant Wingert in Vorselaar. En bij mij zit Jolien Lane, zaakvoerster en gastvrouw van het restaurant. En ik ben heel benieuwd wat zij ons vandaag kan leren over welzijn en werkgeluk. Dag Jolien. Hallo, dag Kim. Hoi, hoi fijn dat wij hier te gast mogen ja, zijn. Ja, dankjewel om hier te zijn. Heel ja, uh, plezier. Fijn om uh, hier aan deel te nemen. Voilà, heel goed. Um, Jolien, je weet het, wij beginnen altijd met een stelling. Um, ik denk dat jij er ook eentje gekozen hebt. Snap. Um, en ik ben heel benieuwd wat is het geworden. Um, de, het waren heel interessante stellingen, maar eentje sprak er voor mij of sprong er voor mij bovenaan uit. En dat was um, burnout is vermietjes. Ja. Eens, oneens vroeger altijd resoluut oneens. Totdat ik het zelf heb meegemaakt. Oké. Okay. Na de tweede lockdown, twee dagen na de tweede lockdown, we zijn gestart, kon ik niks meer. Niks. Waar dat uiteindelijk al heel lang aan het aanslepen was. Maar ik uh, blijf doorgaan en, en je denkt ook uh, dat het idee dat ik er niet in geloofde was van ja, ik ga nooit, ik ga, mij gaan ze niet vloeren, ik ga blijven staan, ik kan blijven gaan. Um, alle respect voor mensen die het wel hadden, uiteraard. Maar ik dacht dat het mij niet ging overkomen. Ah ja, dat is een belangrijke nuance. Ja, voilà. Um, ik, ben, al, ik ben er wel van overtuigd dat mensen dat konden krijgen dat het niet ging. Maar ik dacht dat het mij niet ging overkomen. Maar het is mij wel overkomen. En op een gegeven moment kon ik niks meer. Um, de zaak moest toe. Al, het was heel drastisch. Ja. ja, dat is pittig hè, als je ja. dan zelfstandige bent, dan, ja. uh, dan heeft dat ineens een hele grote... Na reeks. al een tweede lockdown, corona, was hij, kon dat wel tellen. Ja, ja. En, en was het dan vooral een kwestie van te willen blijven volhouden dat je volledig uitgeput heeft? Of de samenloop van alle aspecten uh, en corona en alles daar rond? Alles er rond en uiteindelijk um, als, wat er aan vastgesteld is, dat ik Tijdens mijn opname, die ben uiteindelijk ook opgenomen geweest, uh, met uh, advies van de huisdokter, omdat ik zei: het gaat echt niet meer. Mm -hmm. uh, bleek het te zijn dat ik ADHD heb, die niet is vastgesteld geweest als ik klein was. Ook omdat uh, vroeger werd het vooral op jongens gebaseerd en bij meisjes was het anders. Dus bij mij is het niet vastgesteld en volgens mijn dokter. Mijn held, dus, die heeft uiteindelijk vastgesteld: heeft, um, Ja, die zei ook van: Je hebt jaren zitten vechten tussen perfectionistische, wat je zelf bent, waar ik zelf eigenlijk ook al niet meer wist dat ik het was, uh, tegenover het chaotische van de ADHD. En, ja. ja, en dan gaat het foutje leeg. Ja, en je blijft gaan, je blijft gaan, en uiteindelijk ook, ja. Ik heb zelfs daarvoor hulp gezocht. Drie, vier jaar ervoor. En dan hebben ze mij gezegd dat er niks was. En dan blijf je maar doorgaan. Hè. Ah ja, dat is vervelend natuurlijk. Als het dan, niet herken had het dan herkend geweest en erkend. Geweest. Ja, voilà. En zeker omdat je weet van ja, het gaat niet. En ze zeggen er is niks aan de hand Dan ga je zelf nog. Ja, dan, dan, dan denk je van oké, okay, ik moet gewoon harder worden. Maar. Ja. En ik denk dat, dat veel mensen dat hebben. Zo, Het, het ligt aan mij, hè? want je zei zelf, burnout is voor mietjes. Hè? Um, het ligt aan mij, ik moet maar wat voilà. sterker zijn, ik moet maar wat flinker zijn. Ja, ja, ja. ja. Maar kijk, zeg, maar nu zit hier wel iemand voor mij die straalt, hè? Ja, ik ben, ik ben eigenlijk blij dat het gebeurd is en dat het moest gebeuren. Ik ben er ook heel open over, omdat um, ik ben ervan overtuigd had het voor mij minder taboe geweest? ervoor, had ik misschien ook sneller die stap gezet naar die opname. Ja. Um, want er zijn er vele meer dan dat je denkt. Er is ook een reden dat er heel veel wachtlijsten overal zijn, van psychologen tot opname. Maar het lijkt een taboe. En voor mij was dat echt van oei, ik dacht echt: dit is het einde. Ja, ja en dat is, dat is pittig, hè? want dan heb je dan een verantwoordelijkheid voor je professioneel, je hebt je gezin. Het is, niet alleen maar, het is niet alleen maar ik en mezelf. Hè? Nee, nee, natuurlijk. natuurlijk. Ja, op die moment hadden wij zelfs nog stagiairs. Ze hebben er nog voor gezorgd dat die op een heel goede plek zijn terechtgekomen. Uh, ja, voor je personeel ook. Hè. Je zit na zo'n lange tijd. mag je terugstarten. En het. Ja, je wordt terug verplicht voor te sluiten. personeel wordt terug thuisgezet. Ja, dat is wel een emotionele rol. Ja, dat zal wel. Zeg, en hoe gingen zij daar dan mee om, jouw personeelsleden? Eigenlijk heel positief en begripvol. Ja, ja jawel. En ook zelfs de, de gasten. Want we hadden toen, denk ik, heb er 400 moeten afzeggen. Want er stonden er heel veel op om terug te komen eten. En uh, ik, had dan, ik wist ook niet echt wat er met mij was. Omdat ik had gezegd van ja, kijk, uh, burn-out of, of het is, wat is leeg. Uh, en heel veel positieve reacties. Dus ja, dat doet dan wel deugd dat mensen ja, het allemaal serieus nemen. Omdat dat echt een angst was. Dat was een van de, van, de, van de angsten die mij tegenhield voor te zeggen het gaat niet meer. En dat was vroeger iets wat altijd ja, heel sterk aanwezig was van ja, maar ik. ik kan niet en ik moet en ik moet er zijn voor de gasten en ik moet er zijn voor mezelf en ik moet er voor iedereen altijd zijn. En dat was ook heel normaal, vond ik. Ik vond dat ook niet normaal dat je dat dacht. Maar achteraf gezien is dat niet normaal, want dat houden niet vol. Je ziet wel. Die moeten die zijn er te veel aan. Ja, ja, maar ik, ik vond dat ook helemaal niet raar. Hè? Dat is het, het gegeven gaan Nee, want in jouw hoofd wordt dat het nieuwe normaal, hè? Ja, en, en... En, was, en ik was ook een pleaser. Ik wou voor iedereen alles goed doen. Ook door het feit van die, van die ADHD. Zo gaan er heel veel mensen zich in herkennen. Um, ja, door het feit dat het niet herkend was, was ik eigenlijk heel onzeker. Omdat, um, ik weet... In, in het school is het zelfs geweest dat ze zeiden van ja, maar hij is, is niet aandachtig, als oh, is te druk. Mijn mama heeft mij laten testen, tegen mijn mama hebben ze gezegd, ze heeft geen ADHD, maar het is een, tussen aanhalingstekens, kan het hier moeilijk met mijn vingers dat gaan we zien, door. Het hoor, we zien het in de lucht <laughs> hangen, absoluut. Uh, dat ik een moeilijk kind was uh, en een heel druk en dat ze we ja, moesten intomen, en wat, 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 wat gebeurde er dan? Ja, in school of met, met taakjes thuis of met alles, van ja, eerst dat en dan spelen, maar bij een ADHD moet eerst je energie eruit en dan die, die ja, ja. voor te kunnen concentreren eigenlijk ja, en dat, dat zijn dingen dat, ja, fout gelopen, ik heb er op zich ik ga nu ook niet ik klaag er ook niet over en ik ga ook niet zeggen van oh, en, en dat is allemaal jammer ja, op zich, ja wel dat is jammer maar ik heb er ook wel heel veel van geleerd. Denk ik ook wel. Dus, en, en ja, het, 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 het pleasen en het onzeker zijn was: van ja, ik kreeg altijd naar mijn voeten, want ja, ik werkte niks af. Ik, ik weet nog, dat is een voorbeeld dat ik altijd aanhaal. Ik stond gewoon, en dat was zelfs in de zaak, hè, want je draagt dat mee en je draagt dat op een gegeven moment ook naar je personeel mee. Ik kreeg niks uit mijn handen kwijt. Een voorbeeld: dat ik bijvoorbeeld met een wasmand gewoon van mijn kast stond en ik kreeg het daar niet in. Ik reed daar gewoon niet in. Dus dat was een blokkade. Maar als je dat dan weer naar de zaak doortrekt, ja, mijn duurzame chaos in je hoofd. Dan, dan werkte mijn team, vroeger hadden we ook nog een brasserie een andere gegeven, want de brasserie hebben uiteindelijk ook uh, omgezweerd naar de Fine Dining. Mm -hmm. um, maar toen we een brasserie hadden, was dat ook, ja, je, je, je wil met iedereen voor iedereen goed doen, iedereen plannen. Maar als gewoon een chaos in je hoofd, dat je ook die chaos overbrengt. En het verschil dat ik nu zie. Hoe dat het nu gaat met de planning en, en, en het samenwerken, is gewoon een echt verschil. Ja. En, en heeft dat dan? Te maken met de dingen die jij ondertussen geleerd hebt? Heeft dat voor een deel daarmee te maken? Ja, wel. Ik, ik weet nu beter hoe ik in elkaar zit en ik weet nu beter wat ik nodig heb en ik kan het dus ook beter naar de buitenwereld vertalen. Ja, jawel. En je weet ook waar je grenzen liggen. En je weet ook, of ik flis nog wel elke dag met de grens, dat weet ik. Want dat is, um, en, en dat, is, dat is niet dat dat kwalijk is, of, um, maar je weet van oké, okay, nu. Nu is het oké okay en nu ga ik even nee zeggen tegen dingen, mm -hmm. want dat is ook een hele belangrijke. Maar waarom zeg ik overal ja en ging ik alles doen om Ja, ik wou mijn eigen altijd bewijzen en ik wou laten zien dat ik het kon, maar het was gewoon een en al chaos en, en drukte. Uh, maar het, het heel frappant gegeven is dat mijn wedergeloofd, mijn vriend, is uh, ook een ADHD'er, maar die is wel herkend. Aha. Um, en, en hij heeft er vanaf kleins af mee lege, leven. Ja. Um, en voor mij is het. Ja, het is, uh, de, de, dat, zeggen, dat zeggen ze ook hè, nog altijd, want ik, ik heb nog een beetje nazorg altijd. Aha. Dat is heel belangrijk. Absoluut. En um, het uh, belangrijkste eigenlijk. Buiten de gekende medicatie, is gedragstherapie. Ja, gedragstherapie. Hoe dat je ermee omgaat. En ja, ik heb dat nooit gehad, dus ik moet daar nu heel hard op werken. Maar ik herken ook sneller valkuilen bij mezelf, maar ook bij een team. En ik probeer ook bij het team van kijk, zeg maar als het niet ja zij maar open. En ik denk dat dat wel. Ja, zo'n vruchtenafwerp. Ja, ja, ja. Dat, en, en dan zo kan je je eigen ervaring ook nog gebruiken om andere mensen te helpen of te beschermen. Ja. ja. ja, dus, ja. We zijn er niet, hè, want allee, het, is, het, is een, het is een heel traject. Maar um, ik sta er terug. En de zaak was toe. Ik was eigenlijk alles kwijt. Uh -huh. Zelfs mijn lief. Um, maar dat is, op heel, allee, dat is heel snel allemaal hersteld. Qua lief betreft, uh, qua zaak hebben de dokters gezegd van ja, eigenlijk is horeca niet meer voor u. Ik wilde die vraag stellen: is, is horeca dan eigenlijk wel een geschikte sector? Maar... Ja, nee. Uh, horeca is op zich ja, niet echt. Ja, een geschikte sector. Het is niet van ja en het is niet van nee. Um, het ding is, ze gaan ook heel snel door. Want ja, als je daar zo in een opname ziet dan zit je met heel veel uh, professionele mensen. Um, ze gaan ook altijd in gesprek. Um, dat zijn dan, ja... Um, ik ben het even kwijtend, <laughs> Maar uh, um, dat ze echt allemaal met de dokters en verplegers en iedereen samenkomen. En dan hebben ze op een gegeven moment ook gezegd van ja... U uit een horeca halen is volgens mij niet, uh, niet zo'n goed idee. En dan uh, hebben ze daarvoor gesteld: van kijk, is het eventueel een optie voor terug te starten, maar in combinatie met daghospitaal in de zaak. En ik dacht eerst, oei, dan heb ik dat met Pieter besproken, mijn mm -hmm. vriend. En dan zei hij direct van ja, we gaan aan het weekend open. En dan hebben we dat gedaan. Uh, maar daarvoor, wat ik te straks vertelde, hadden we ook nog een brasserie, maar uh, Pieter is. Wel iemand dat een stukje kan koken. En ook wat fijn dining. Niet te bescheiden zijn, jullie <laughs> niet te bescheiden zijn. <laughs> uh, maar hij had dat wel in zich voor wat fijner te gaan, maar ik kon dan ook niet loslaten, waar dat ook een heel herkenbaar iets was voor mij. Dus ik wou niet loslaten, maar ik wou ook alles blijven doen waar hij dan ook niet volhoudt. En toen had ik geen keuze niet meer, want ik was alles kwijt. Ik was alles kwijt, dus dan was ik wel heel. Ineens was ik heel dankbaar dat ik maar enkel een paar tafels mocht doen. En dat had ik daarvoor nooit geweten, want het was altijd meer en veel. En, en nog en harder. En, ja, ja. en meer we... omzet en groter. En ja, ja, en, en, en harder werk en dan nog ja, veel mensen. En... Dus dat was voor mij ook wel even een klik maken, maar het feit dat je weet van oké, okay, het is even terug van nul. ...gedwongen eigenlijk wel... Allee, ...gedwongen omdat je, omdat je lichaam het niet meer aankomt... en je persoon het niet meer aankomt... Um, ...dan zijn we eigenlijk... Uh, ...gestart in het weekend... ...want dan stond ik nog alleen... ...dus er gaat nog niemand bij mij in de zaal... ...en uh, dan zijn we gestart vrijdag, zaterdag, zondag... Um, dan had ik uh, dag hospitaal... en donderdag... ...twee pittige dagen... Um, en dan hebben we, ze hebben gezegd met enkel menu, want daarvoor hadden we ook nog een à la carte. Ja. Um, en dan was de bedoeling voor later terug de à la carte, maar met het idee er komt misschien nog een lockdown, plus van... Dat waren, denk ik, uh, vijf of zes tafeltjes. En het idee was, Pieter kan elke moment invallen als het voor mij niet gaat. En dat was het idee daarachter. Ja, Pieter die had uh, carte blanche in de keuken. Die kon helemaal zijn ding doen met zijn menu. En dat was een succes. En zo zijn we eigenlijk heel snel geëvolueerd uh, naar hetgeen waar we de dag van vandaag zitten. Dus het heeft ook iets positiefs opgeleverd. Ik weet nog de allereerste tafel dat toen kwam, dat we terug op gingen. Ik was nog nooit zo zenuwachtig. Ah mee. ja, dat zal wel. Ik ben een half uur voordat de service begon, ben ik echt buiten in de wei gaan zitten, zo van achter. En even. Muziek opgezet. en Ik heb echt alle stress uit mij moeten. Ik heb nog nooit meegemaakt. Ja. Dus dat was precies terug ja, de eerste, eerste schooldag. Of eerste dat. stapjes. Ja. Denk, maar, maar ja, als je dan ziet dat het effectief werkt en dat het draait. dan krijg je ook terug wel wat zelfvertrouwen. Van, oh ja, dat kan, hier, dat kan hier wel zo. Ja, en, en, en ook zo terug ja, een beetje in jezelf gaan geloven. Hè? Want dus, ja, ik denk wel dat, het, vooral na een eerste lockdown heb ik het gemerkt. Ja, je bent uit je, je, je vast kokonnetje gegaan. Hè. En dat vast kokonnetje dat heeft mij heel lang recht gehouden. En dan ga je daaruit en dan terug je erin. Dat was heel moeilijk. Dan had ik het na de eerste week moeilijk. En hier was een langere lockdown. En dan na de tweede dag ging het niet meer. Nee. Het is heel sterk hè, wat ik hoor. Nu, nu hoor ik aan zich. Hè, het, het is geen een evidente sector. Hè. Nee. Je, je, je bent heel economisch afhankelijk. De mensen moeten willen komen. Ze moeten blijven komen. Hè. Ja, ja. Um, en, en ja, ik associeer het, en dat is misschien een vooroordeel van mij, maar ik associeer het ook niet echt met, met groot werkgeluk, zo, als we kijken. Hè. Um, ik, ik zie... Misschien minder in jullie in het fine dining segment, maar ik zie heel veel verloop van personeel. Ik zie heel veel gewoon vacatures. Mensen die, eh, bedrijf, die zeggen we moeten sluiten, want we vinden geen personeel. Um, het heeft niet zo'n goede naam, denk ik, eh? qua personeelsding. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Oh, dat is een hele dubbele. Um, Hoor ik, is ook een heel breed gegeven. Dat is maar... hè? Want... Um... Voor het zelfs, of hier zelf te vergelijken... <coughs> Sorry, krieveltje in de keel. <laughs> um, voor het hier zelf een beetje te vergelijken... Wij hebben dan een brasserie gehad met 130 stoelen buiten. Uh, met een grote kaart, met dessertjes, pannenkoeken, slaatjes. Heel veel. Dan hebben wij die switch gemaakt. En ik zeg altijd... Als de mensen zeggen, het is veranderd. Ik zeg, alles is veranderd. Alleen, ik ben gebleven. En eigenlijk... Is het zo? En dat is ook nog horeca. Dus er is zo'n breed gegeven. Ja. Horeca is zo breed. En je hebt zaken uh, in een stad of, 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 ja, of heel grote brasserieën. En daar zal het ook wel moeilijker zijn voor personeel. Maar je hebt een heel grote crew nodig mm hebt. -hmm. Uh, waarom is het moeilijk in een horeca? Goh, dat zijn verschillende segmenten. Hè? Eentje van de heel bekende is weekendwerk. Avonden, werken als andere mensen niet moeten werken. Wat is dan anderzijds wel hetgeen waar dat de mensen voor komen of voor willen blijven werken? En, en je hebt het juist opgenoemd, werkgeluk, sfeer. Dus uh, ja, als je allemaal mensen samenzet die dat graag doen, dan geeft dan, dan, dan dat iets heel dynamisch. Wij hebben een klein vast team en we hebben heerlijk wat flexies. Op zich ook wel een, een kleine crew, omdat we een heel, um, ja, een heel actieve crew hebben, die graag veel komen. Um, maar dat zijn daarbij die inderdaad ook werken um, gewoon vast op een 9 till 5 job. Ongeveer. Natuurlijk. Ongeveer. Beef <laughs> ja. hier niemand. <laughs> nee, nee, nee. nee. Um, um, maar. Uh, we zijn er ook, ik ben daar ook in veranderd. Zeker naar vroeger toe. Vroeger. En naast ook een beetje hoe dat vroeger nog de ingesteldheid was. En was van oké, okay, als je naar Noorica wilt werken, um, jij komt de vrijdag en jij komt de zaterdag. Van dat tot dat. En zo is het niet meer. En dan ben ik ook een heel ander systeem gaan uitdokteren Van, wat willen jullie? Wat kan voor jullie? Um, en nu hebben we een systeem van kijk, halverwege de maand gaan we aan de slag voor de maand die er volgt. Dan heb ik het over mijn extra's en mijn flexies. Hè. De vaste crew is een andere gegeven. Ja. Maar die flexies en die extra's, ja, dat is ook belangrijk dat die gelukkig zijn in hun job. Zeker. En dan zeg ik van, wanneer kan je wel komen, wanneer kan je niet komen? En dan begin ik te puzzelen. En ze weten, als ze vaststaan, dat het vast is, maar er komt er iets tussen, dan weten ze dat ze het altijd mogen vragen en ik ga doen wat ik kan. Ja, om het toch geregeld te krijgen. Ja, maar als het niet kan... Hey, allez, dan... ja. En dat weten ze, en dat is ook fijn. Dan zit ik zelf in de problemen en ik zet het in een groepje, er is altijd iemand die mij uit de nood helpt. En dat is zo fijn, want dat werkt langs twee kanten. Ja, dat is geven en nemen, ja. natuurlijk. Hè? Dat is inderdaad luisteren naar hun nood, maar ook, inderdaad... Teruggeven en krijgen en geven. En wat dat ook heel fijn is, zeker in, in, in een restaurant als dit. Als de mensen komen solliciteren, ga ik eerst zeggen, um, of er zoekt iemand een, een jobke, dan zeg ik altijd: aan, kijk je moet het graag doen. Als je het niet graag doet, dan, dan is het voor jullie niet leuk, is het voor ons niet leuk. Um, dus op dat gebied zijn wij we wel heel selectief. En dat zal dan ook het verschil zijn van segment in de horeca. Uh, niet de andere zaken niet selectief zijn, maar wij moeten echt zien van kijk, mensen komen hier voor een beleving. Ze zitten hier toch wel drie vier uur aan tafel. Dus het is ook de bedoeling dat de mensen hier aan tafel een goede sfeer hebben. Mm -hmm. um, dat dat klikt. Um, in andere zaken hebben mensen nodig die daar gewoon super hard kunnen lopen en, 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 en dat ook fantastisch doen. Dus het is welke zaak dat je hebt. En als met alle, alle zaken en alle bedrijven moet de juiste pionnetjes kunnen zetten. Uh, maar wat heel belangrijk hier is en waar ik altijd zo gelukkig van word, is dat er. Dagelijks, elke dag, ik moet er niet om liegen, zeggen de mensen van: Oh, je hebt zo'n fijn team, zo'n aangenaam. Ik heb van de morgen weer drie reviews gehad. Van uh, ja, heel lekker, wat super is om te horen. Uh, ja. En dan ook van heel, heel aangenaam personeel, heel vriendelijk personeel. Um, en dat is super, super fijn. Zeg, en, en, en was jouw impact daarop? Um, want, want je kan zeggen, we selecteren goed, dus dat is al de eerste, hè. We, gaan, we gaan goed in gesprek. Um, maar je kan het ook maar zien of ze het echt graag doen, als ze het aan het doen zijn, denk ik dan. Jawel. Um, en, en hoe zie jij jouw invloed op die, op die sfeer? Oh, ik denk heel veel in gesprek gaan en ik geef toe dat dat soms nog meer kan. Um, ook met onze vaste crew weet ik dat ik daar uh, zelf ook op, op moet letten. Want mijn duur is allemaal een gewoonte. En soms moet ik ook even denken: van oh ja, we moeten eens even zien. Is iedereen, allee, is iedereen niet gelukkig? Is het allemaal go? Ja. Um, wat wil jij? En dan hebben we op een gegeven moment ook gezegd, uh, samen met Pieter: van kijk, we gaan samen zitten. Van hoe vond de week? Wat kan er beter? Um, is er iets? Of, of, of wat wil je nog veranderen? Want wij zitten ook met een extreme groei in de zaak, nog altijd. Want um, ja, voor ergens toch maar uh, een idee of een pijl uh -huh. te geven. Wij zijn in 2020 in Gomeo gekomen op 13 en wij zijn stap voor stap uh, gestegen naar 15, waar dat ja, wel heel gek is, want ik ben er soms nog niet goed van. Ja, um, Proficiat. Ja? Um, maar dat wil ook zeggen dat je met je team groeit en dat ja, wij verfijnen ook nog constant en dat valt op dat moment zelf niet op. Maar als je dan zo terugkijkt naar een jaar ervoor en denkt, oh, amai, dat is veranderd en dat hebben we aangepast. en Vroeger stonden flessen water op tafel, nu gaan we de water schenken. Zo van die kleine dingetjes ja. allemaal. Um, en dat is de feedback van je gasten dat je ergens meeneemt, maar ook gewoon de feedback van je team, van, ah, gaan we dat niet veranderen? En dat was voor mij in het begin een hele moeilijke, omdat ik mij... En dat kwam ook nog door mijn <laughs> verleden, zal ik maar zeggen, <laughs> met mijn aanhangstekens in de lucht. Um, ja, ik, ik voel, als er iemand iets zei, ik voelde me heel snel aangevallen. En dat heb ik heel hard gehad. En dat was vroeger extreem. Heel defensief. En ik was altijd op, op mijn paard of op mijn shitlammen, zoals uh, man het zegt. Uh, <laughs> maar uh, ja, in gesprek gaan. En, en dat is wel heel belangrijk. Ja, en dat is inderdaad ook ene die ik denk die rust kan brengen ook. Als mensen kunnen en mogen zeggen wat er, wat er is of wat zij zien aan verbeterpunten of aan ja, suggesties. Tuurlijk. En dat dat ook gehoord wordt. Moet alles uitgevoerd worden wat iemand vraagt? Nee. Maar het feit dat ze gezien en gehoord worden, draagt natuurlijk bij aan... mijn dat is daar wel tof om te werken. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Nee, het is, uh, en dat is voor ons ook heel fijn, hè. Zeker um, ja, als, als je ziet, degene die hier nu werkt, ik heb er hier drie werken. En die zijn meisjes uit de nood komen helpen. Uh -huh. En die zijn blijven hangen. En die zijn nog van, ja, één keer, want ik doe dat niet meer. Hè. Ik ben uit een orenke, ik, ik deed dat elke week, ik doe dat niet meer. Maar die hadden dan vaste dagen. En, 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 op, op een, en dat was prima, maar natuurlijk, ja, je wordt ouder en je hebt een huis en je hebt een vriend en, en je hebt die vaste job. En dan merkte je dat de sfeer uh, toch... Allee, ik denk dat het aan de sfeer ligt. <laughs> maar ik denk het ook eigenlijk wel. Hoe je het uh, vertelt, ligt het volgens mij mee aan de sfeer. Ik ja. heb trouwens... Uh, ja, we hebben nu momenteel een stagiair. Um, en ik heb vanmorgen... We hebben hem gisteravond meegenomen uh, voor iets te gaan eten. Want zijn stage loopt deze week af. Maar dan hebben wij geen tijd en hij gaat direct op vakantie. we uh, dus hebben hem gisteren... We gingen hem naar huis doen maar hij wist van niks en dan zijn we gaan eten, want dat vindt hem superleuk. Ach, ja. En dan kreeg ik vanmorgen van mijn mama ook een lief bericht en ook van hem gisteravond nog. Ja, dat is dat is fijn. Want en vroeger was het ingesteld en in, in horeca en dat is op heel veel plekken nog blijven hangen. Van uh, ja, hey, uh, in het algemeen denk ik als je een, een extra job kan, oh, voilà, je wordt ervoor betaald en klaar. En dat was vroeger heel veel van uh, ja, je moet maar werken en uh, zeg je krijgt hier zoveel per uur en dat was zo, maar nu is dat ook anders. En het is niet dat wij ons daar moeten voor veranderen, omdat bij ons gaan ja, wij vinden dat ook een normaal. Mm -hmm. En wij wij hebben daar zelf ook genot van, want hoe fijn is dat voor, voor die mannetjes? Gelukkig is die mannetjes ja, of of personen hè, mannetjes meisjes. <laughs> ja ja, ja ja, ik snap wat je um, maar zegt. Maar de mannetjes, dat bedoel ik nu vooral naar, naar de jobstudenten en in, in stagiairs toe, want ik heb um, dat had ik u vorige keer al eens verteld, denk ik. Ik heb um, twee maanden een interim gedaan op school, in de hotelschool. De school waar ik zelf heb gezeten, in Kokseide, zocht iemand voor de vervanging. En eigenlijk was het heel frappant, want... Ik had dat met Pieter gezegd, later, later, hè, tegen het pensioen wil ik dat wel doen en hij misschien ook. Dus we waren al aan het denken van misschien en op een gegeven moment zie ik dat uh, online verschijnen en ik stuur een mailtje. En ja, het was eigenlijk redelijk positief, terwijl ik eigenlijk gewoon informeerde naar wat zijn de uren, want ja, ik wist dat ga je niet lukken met de zaak. Ja. Uh, uiteindelijk heb ik even een reflectie die dat mijn woensdag donderdag overgenomen. Babysit was eigenlijk allemaal geregeld en uh, mijn lief stond er ook achter. Ja. Um, dan, ik wist dat heel zwaar worden. Ik heb ook eerst naar mijn dokter die dat mij toen zo geholpen heeft, gebeld voor te vragen: mag ik het? Wat denkt hij? Ja. Omdat ik wist, het waren twee heel pittige maanden. En langs de andere kant heeft hij op heel. Op heel veel punten die heel, heel positief uh, betekent. Enerzijds, ik was eens op mijn eigen terug. Op mijn eigen, want ik ga daar van maandagmiddag tot donderdagavond. Um, voor mezelf was dat heel goed. En anderzijds ook, je zit bij leerlingen um, die daar voor hun job gaan. Ik vond dat heel. Ja, heel inspirerend. Heel interessant voor die, voor die mannetjes dat je ja zegt. Ja, hey, voor de die studenten. Ja, ja. um, voor die... Ja, voor die, die, die gaan voor die in toekomst. Die willen daar gaan. Dat is... Je kunt die dan sturen. Dat is zo... Ja, dat geeft zoveel voldoening. En uh, ja, een van de leerlingen um, is uiteindelijk stage komen doen hier. Um, ik heb, ja, het is een besproken geweest op school met de leraar ja. in kwestie. Um, Um, omdat nou ja, Ik dacht wel dat hij hier op een goede plaats ging zitten bij, bij Pieter in de keuken, terwijl Pieter normaal gezien uh, heel weinig uh, stagiairs van die leeftijd aanneemt, omdat zijn keuken redelijk complex is, maar... Dat is een, 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 iemand waar wel talent in ja. verstopt zit. Dus we dachten, we gaan je dat geven. En dat is zo fijn voor je, die te zien openbloeien. Ja, kansen te geven. Ja, ja. En, dat is, en ik denk, je start dan al wel met, met, de, met de jongsten maar dat zijn wel je sterren van de toekomst. Ja, ja, en dan draag je er ook weer al een stukje naar die toekomst bij. Ja, ja, ja en, zij, en zij gaan later misschien ook een zaak starten. En als zij dan een... een een goede voorbeeld of een goede vibe hebben gehad. Want ik heb ook heel veel stages gedaan. En ik heb er evenveel met heel positieve ervaringen... en evenveel met minder positieve mm -hmm. ervaringen. En ik denk daar bij wijze van spreken nog dagelijks aan. Want zelfs in die stap van die brasserie naar die fine dining... heb ik heel veel nog prikkels en nog ideeën van alles mee overgenomen. Absoluut. Maar zeg, ik vind het echt sterk, want ik, ik heb nu, alleen voor alle onze luisteraars hè, die ergens iets met hospitality of met horeca te maken hebben, ik heb hier al wat tips gehoord. En zelfs als je niet in de horeca zit, als leidinggevende hoor ik hier ook heel veel positiefs. Dus um, wij, um, ja, ik, vind, ik vind het heel boeiend om het eens vanuit een andere sector te horen, um, maar wel te zien dat, dat een bepaalde basisprincipes van luisteren er zijn, hoe voorbeeld geven, dat die eigenlijk overal aan de orde komen. Nu, um, Jolien, Ons, ons half uurtje dat gaat dus heel snel, hè? Dat is niet normaal. Nee, maar uw klok staat niet goed. Ah, mijn klok staat niet goed. Ah, nee, nou ja, dat is ook een argument, dat is een fijn nu, um, is er zo nog één tip die je zou willen meegeven? Als, als jij nu denkt, met alles wat jij tot nu toe geleerd hebt in jouw leven en jouw carrière, is er zo één tip die je zou willen meegeven? Goh, het, is, het is een klassieker, hè? Maar je zelfs ja, doe wat je graag doet, hè? Want het is echt een klassieker. Maar wij zitten hier allebei te vertellen over iets wat we graag doen. Jij over je happiness at work. En ik over, over het werken uh, in de zaak met mensen. En je ziet hoe snel dat een tijd vliegt. Dus uh, dat is al iets. Um, ik krijg er zelfs een warm gevoel van. Uh, Ondanks de airco, hè? pas op. <laughs> ja, we zitten hier wel in een veranda in het zonneke. Dus ja, dat mag wel. Um, ja, hospitality is iets... Iets, uh, van, waar een tip van de hospitality. Ik denk als je, mensen, als je zelf gelukkig bent of je maakt mensen gelukkig. Ja, dat, 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 dat is een boemerang hè? Dat komt altijd terug. En ik denk ook nog een tip. Ja, als er iets is, praat erover. Zeg het. Is dat up je job? Want dat is hetgeen als ik zelfs bij mijn extra's, mijn flexies, die dat eigenlijk maar eventjes hier komen. Mm -hmm. En dan zeg ik van als er iets is, zeg het. Want ja, of, of is dat iets goed, is dat iets, iets slechts, zit het slecht in je vel? En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Want vroeger, ik was eigenlijk buiten dat ik zei: burn-out is voor mietjes, was ik ook degene die dacht: werk is werk en privé is privé. En plezier maken, dat doe je buiten je werk. Maar eigenlijk, het loopt zo in elkaar. Je moet het gescheiden houden, maar het de goede vibes die moeten gewoon mee doordragen. Ja, absoluut. Oké, okay, goed. Dankjewel Jolien. Fantastisch. Heel leuk gesprek. Um, de tijd is gevlogen. Ik had uh, het, uh, <laughs> helemaal verwacht dat ik jou ken. Um, ik wens jullie heel, heel, heel veel succes uh, met alles wat jullie uh, uit doen, uitkiezen, ondernemen met de zaak. En vooral blijf goed voor jezelf zorgen. Dankjewel. Dat is het allerbelangrijkste. Merci voor de happy vibes. Graag <laughs> whoa Dat was een energiek en vooral een heel boeiend gesprek met Jolien. Um, zij en haar man Pieter, zij pakken het wel op een heel uh, goede manier aan, ondanks alle uitdagingen die zij de laatste uh, jaren allemaal doorgemaakt hebben. Nu, als ik even terugluister en terugdenk aan het gesprek, dan neem ik als Chief Happiness toch wel een aantal dingen mee. Uh, het eerste is natuurlijk, en ligt een beetje voor de hand, hè, het, het persoonlijke verhaal van Jolien um, en haar reis op zoek naar voor zichzelf. Zelf vooral, eh, eerst en vooral meer rust, uh, meer zelfkennis. En, en wat, wat ik daar zo knap aan vind, is ook dat stukje um, kwetsbaarheid. He, je, je, op een bepaald moment kan je niet meer anders, maar toch moet je je dan kwetsbaar opstellen als zaakvoerder, als leider, um, als mens. En, en dat is knap dat, dat, dat je daar zo'n Traject mee kan afleggen en dat je zo een persoonlijke groei kan maken um, naar steeds meer um, zelfzorg en, en werkgeluk daarbij. En die keuzes die je dan moet maken om, om dat restaurant van een brasserie om te bouwen naar een fine dining restaurant, ja, wow, dat is niet evident. En we kunnen alleen maar heel hard uh, appreciëren um, dat die uitdaging elke dag opnieuw weer aangegaan wordt met respect voor uh, de eigen en de grenzen van de ander. Um, dat is het eerste. Ten tweede, dat je ook in een sector waar je met veel verloop zit... waar mensen uh, niet altijd heel uh, ja, betrokken zijn uh, bij de zaak... zoals uh, als in de horeca... dat je een hecht team kan bouwen. Dat dan ook nog eens voornamelijk bestaat uit studenten en flexies. Dus mensen die ook niet uh, fulltime ingeschreven zijn. En dat je door in te zetten op die werksfeer... het samen doen, op aandacht hebben voor elkaar... dat je op die manier een team kan bouwen... dat er staat en dat eigenlijk zegt... Wij zijn hier vast en wij blijven hier. Heel knap. En de, de laatste die ik meeneem is het stukje waardering. Um, je ziet, hè, als je mensen um, kan. kan doen groeien um, door positieve feedback, door groeifeedback natuurlijk um, en door ze de waardering te geven die ze verdienen, dat mensen grotere stappen zetten. En toch heel tof um, dat je dan zo he, uh, als, als afstuderende stagiair nog een etentje in een, in een uh, chic restaurant ook krijgt. Het is toch eigenlijk tof om te zien dat je met zo'n kleine stap, met een kleine moeite, heel veel voor mensen kan betekenen. En je hebt ook alweer ambassadeurs gecreëerd um, voor je eigen. Dus kan alleen maar een win-win zijn. Um, ik denk dat er mij maar één ding rest, dat is jullie uitnodigen om allemaal eens bij uh, Jolien en Pieter uh, je voeten onder de tafel te gaan schuiven in restaurant Wingert en te gaan proeven of je al dat werkgeluk ook lekker smaakt op het bord. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit inspirerend? Deel dan gerust deze aflevering met je netwerk. En abonneer jezelf op onze podcast om alle nieuwe afleveringen mee te kunnen pikken. Heb je vragen, bedenkingen of feedback? Laat het ons zeker weten. En wil je zelf de gast zijn of ken je iemand in je netwerk die hier helemaal in zou passen? Laat het ons weten en we nemen contact op.